springen. Maar voor ons is het echt een 4 keer beter resultaat. Bottlenecks zijn we volledig kwijt. Aan de gatehouse staat er 1-2 vrachtwagens maximum te wachten. Daarnaast zijn onze beschadigingen ook heel ferm gezakt. En dat komt doordat we de leverancier konden verbinden met de transporteur. We brengen hen samen met onze diensten en zo konden we het probleem bespreekbaar maken. Een derde punt is dat we onze resources efficiënter konden inzetten. Werken met iets minder volk, stabieler, mooiere planning maken. Rekening houden met verlofperiodes, dat was allemaal mogelijk. En hier waren we zelf in controle. En het laatste punt opnieuw, we hadden een duidelijke documentatie. Een leverancier kwam nu toe aan de gatehouse met een unieke referentiecode. En dat was het enige dat we sinds dan af moesten weten. Voor ons kon dit niet beter. En op deze manier hebben we eigenlijk sinds 2022 enkel op FTE meer dan €200.000 bespaard.